Yes, dat ziet er weer een lekker weertje uit. En mijn rug, ik voel dat mijn rug niet 100% oké is. Dat is natuurlijk van die clipste film gisteren. Damn, waarom is dat niet goed voor je? Dat is echt wel kut. Als ik gewoon ga BMX'en, ik heb nooit last. Maar bij clips, je doet zoveel dezelfde beweging achter elkaar. En je gaat er gewoon voor. Je zet gewoon alles op alles en je fuckt jezelf. Gisteravond was mijn voet aan het slapen. Dus als je in je rug bijvoorbeeld twee wervels hebt en die gaan tegen elkaar, dat is een discus hernia. Maar daartussen zit er nog een soort van rubber kauwgom gedeelte. Dat gaat in de zenuwbaan en deze zenuwbaan is verbonden met dit hier. En je voet gaat ook slapen. Dus als je voet aan het slapen is en je hebt hier hevige pijn, vooral steken en zo, dan kan het wel een hernia zijn. Dus ja, dat is het kutte aan een hernia. Je voelt het niet in je rug, je voelt het in je been. En daarom denken veel mensen dat het iets anders is. Wachten ze te lang en wordt de hernia alleen maar erger. Dus hierbij een tip. Als je iets van steken voelt of zo, ga naar de dokter en vraag een afspraak bij de specialist. Want de dokter, die kent er geen hol van. Ik ben 5 keer naar de dokter geweest toen ik een discus hernia had. En die zei dat er een ontsteking was. Die had me antibiotica gegeven. Allemaal brol. Ik neem normaal nooit antibiotica. En de ene keer dat ik het neem, heb ik het voor niks genomen. Dus het is echt wel kut. In ieder geval, we maken er het beste van. Ik ga dat er allemaal uitstretchen. En het komt helemaal goed. We gaan stretchen. Oh, ik voel dat het nodig is. Let's go. Er is vandaag weer al superveel wind. Ik hoop dat jullie mij kunnen verstaan. Maar we gaan voor een duik. Sowieso, zoals altijd. Ik ga hier op het strand eventjes mijn lichaam stretchen en dan de zee in. Check deze boot. Die boot zit echt niet ver. En de zee is super wild. Zoals ik gisteren ook heb gezegd, op het einde van de vlog, dat er echt wel dikke golven waren. Check dit. Er is nog een beetje van over. Heerlijk. Oei, 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 oei. Ik was echt van plan om met mijn skateboard en mijn handdoek in het water te springen. En ik heb nog niet eens mijn zwemshirt aan. Oké, let's fucking go. We gaan stretchen, we gaan zwemmen, we gaan genieten. Joe! Haha. Lekker. Hoppa. Woehoe. Heerlijk. Holy shit. Het leven is mooi, mensen. Het leven is mooi. Zolang dat je maar geniet en doe wat je graag doet. Dit is heel belangrijk. Heel belangrijk. Ik maak me soms zorgen als ik de comments lees over de jeugd die op komst is. Ik maak me er zorgen om. Holy shit. Wauw. Super nice. Holy shit, ik ervaar echt een gevoel in mijn rug dat ik al lang niet meer heb gehad. En aan de ene kant zou ik boos moeten zijn op mezelf, dat ik dit nu mezelf heb aangedaan. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel nice, want ik heb zo lang dat gevoel niet gehad. En nu heb ik het wel, dus nu weet ik van, wow, kalmer aan. En nu weet ik ook, voordien was het echt goed. Mijn hernia is echt goed geweest de laatste jaren, dus ik ben stoked. Gewoon een beetje minder BMX en ik ga de clips meer verspreiden. 4 clips op 1 dag filmen is gewoon geen slim idee. En de dag nadien weer gaan filmen is ook geen slim idee. Dus ja, vandaag nemen we een chill dag. Ik ga zeggen aan Frieder dat ik waarschijnlijk hier ga blijven. En misschien gaan we hier gewoon een paar clips gaan filmen. Misschien een beetje chillen. We zien wel, gewoon alles op het gemakje. Oeh, er is hier ook iemand nieuws, een Fransman. Check dit. Super vet, deze guy. En die dude is hier met zijn 2 kinderen op vakantie. Super vriendelijke mensen. Ik heb daarnet ook hun op mijn BMX en skateboard laten rijden. Ik vond dat een beetje raar om te filmen, dus ik heb dat niet gefilmd. That's it, dus ik vertel het jullie. Oké, we gaan ontbijten. Ik heb echt honger. Let's go. Yo. Alright, have fun. Enjoy your meal. Bon appétit. If Bella comes, tell her to message me or something. Alright. Well. I'll see you before I go anyway. Right. Ben, see you later. See you later. A la prochaine. Oké, zij gaan allemaal blijkbaar ergens gaan eten
ja, ik heb geen zin om zoveel geld te hangen aan Paella. Dus dat ga ik eventjes skippen. Dit zijn de dingen die je moet skippen in je leven als je voor je leven kiest gelijk mee. Dan kan je bijvoorbeeld niet op restaurant gaan. Maakt dat je gelukkig op het einde van de rit? Nee, dat maakt geen verschil tussen een gelukkig mens of een ongelukkig mens. Is het nice om een keer op restaurant te gaan? Tuurlijk. Tuurlijk is dat nice. Maar het voordeel is, hoe minder dat je het doet, hoe leuker dat het is als je het wel een keer doet. En meestal als ik op restaurant ga, wordt het betaald voor mij. Dus dat is gewoon het chillste van allemaal. En dat is dan uiteindelijk dubbel zo leuk. Oké, in ieder geval, wat gaan we doen? Ik ga Frieder zeggen dat ik wel down ben om te meeten. Want ik wil echt wel sowieso chillen. En ik ga met mijn gewone fiets gaan. That's it. Dat is volgens mij de perfecte oplossing. Ik heb ondertussen ook hier heerlijk ontbeten. Ik heb het niet gefilmd, want ik ontbijt altijd hetzelfde. En ik moet naar het toilet. Dus we gaan nu naar het toilet. En ik denk dat ik me ook ga scheren. Yo! Hey, yo. Het is hier heel raar lawaai alleszins, maar dit is het toilet waar ik het liefst kom. Oh, yo. Wat is er hier gaande? Ik ga alles in zijn toilet. Dus let's go. Holy shit mensen, check deze bus. Hebben jullie het gezien? Dat was een gele Opel Movano Camper. What the fuck? Er bestaat nog één. Hoe vet is dit niet? Oké, Bella is hier eventjes geweest. Ik ging normaal afspreken met de homie Frieder, maar ja, ze was in alle staten. Het gaat niet goed met haar, daarom hebben jullie natuurlijk al lang niets gehoord over haar. Mono heeft een blaasontsteking, die was ook bloed aan het plassen en zo. En het gaat gewoon ook niet goed met haar. En ja, het is een beetje allemaal triestig. Ik ga geen details of zo vertellen, want dat hoeft allemaal niet. Maar gewoon jullie eventjes laten weten dat het totaal niet goed met haar gaat. Dus dit is echt wel super jammer. Maar ja, wat kan je eraan doen? Niet veel, alleen maar het beste wensen en doen wat je kan doen. De meeste problemen hebben mensen met hunzelf en dat moeten ze ook zelf oplossen. Dus dit is echt wel iets dat tijd en ruimte nodig heeft. Dat is nu eenmaal het leven. Oké, dus wij hebben hier eventjes gechilled, eventjes gepraat. Het was een goede tijd. We gaan straks naar de Frankfurt Bar, want ik en Lee, wij zijn binnenkort richting Bilbao, zoals jullie weten. En ja, we gaan nog een laatste drink daar doen. Ik denk dat Lee misschien zelf morgen al weg is naar ergens anders om afscheid te nemen daar. Dus die ging Bella niet meer zien en bla bla bla. We zijn allemaal super goede vrienden geworden in deze tijd. Heel veel mensen denken dat Bella mijn vriendin is of zo, of weet ik veel wat. Oké, ik heb daar zo wel eventjes mee gedate, zeg maar. Maar dat is nooit echt mijn vriendin te worden. Ik wist ook dat ik hier niet voor altijd ging blijven en zo. Dus ik ga me niet zo snel koppelen aan iemand. Ik heb vroeger een heel lange relatie gehad. En ja, ik weet niet. Dat is ook niet altijd goed verlopen en zo. En ja, om eerlijk te zijn, dat is nog altijd niet verwerkt. En we zijn al bijna 10 jaar later. Ik ga niet zeggen dat ik er elke dag om zit te wenen of zo. Zeker niet. Maar het hangt nog steeds in mijn hoofd, sowieso. Ze is ooit ook weggegaan, zonder iets te zeggen, na een relatie van 4 jaar. Dus dit is heel raar. Dit is echt heel raar. Maar ja, niks aan te doen. Oké, als jullie meer details daarover weten, misschien dat ik daar ooit een keer een video over maak. Misschien ook niet, we zien het wel. Hoppakee, ik heb deze stickers. En check dit. Ik weet dat gisteren Lee zei van wow, ik zou graag meer stickers hebben en dit en dat. Die ging dat aan de voorkant van zijn bus plakken, denk ik. Er hangen er al een paar. En ik ga hem nu stickers geven en jullie gaan de reactie zien van een 50-jarige vanlifer. Of ja, nee, wat zeg ik, 50 jaar? 40-jarige vanlifer die... Nee, 50. Lee is bijna 50. Hij is 48. Van een 48-jarige vanlifer. Check de reactie. Gewoon de live reactie. Fuck it. You want some stickers? Oh man, I love this. Thank you. Yes. Yes. Brofist. Yes. What, yo? Bunny hop. Skills. Skills. Hey, this one.
Catalonia. Oh my god. Shit. Oh my god. You guys ruined the best shot ever. Yes, ik ben ondertussen terug in de bus. Er is superveel wind, jullie horen het waarschijnlijk. Het is niet te doen, dus vandaag ging ik waarschijnlijk toch niet zoveel kunnen doen. Uiteindelijk is Frieder nog afgekomen, super chill. We zijn dan in die bar gaan chillen en ja, dat is zo een beetje het afscheid van Bella. Ik en Lee gaan binnenkort vertrekken. En ik ben er nog altijd niet aan uit langs welke weg dat ik ga gaan. Als ik met Lee ga gaan of zonder Lee. Ik denk dat we gewoon samen gaan reizen. Dat gaat super chill worden. En binnen een paar dagen Bilbao. Wauw. Holy shit. Het weer gaat niet zo vet zijn daar. Maar de golven zijn 3-4 meter hoog. Ik kijk er gewoon naar uit om dat te zien. En hopelijk kunnen we de sub daar ook een keer meenemen. Ik ga wel niet op 4 meter hoge golven gaan. Maar momenteel is het blijkbaar big wave seizoen, maar als het zo 2 meter is of zo, dan gaan we gewoon lekker surfen. Sowieso, dit gaat nice hoor. Het jammer is wel dat ik niet ga kunnen filmen met mijn GoPro. Zoals jullie weten, ik ga het jullie keer tonen. Dit is mijn GoPro en die lens is kapot. Dus daar gaan we sowieso niet mee kunnen filmen. Maar dit filmt perfect voor de video's. Dus ik ga misschien iemand moeten laten filmen. Ik weet het ook niet. Maar we zien het wel. Het komt altijd allemaal goed. Het weer gaat heel wisselvallig zijn in Bilbao. Er komt er ook altijd een stroming van de bergen. Dus dat kan alle kanten uitgaan. Ik zou nu in de zee willen gaan, maar het is net schijnt gevaarlijk. Er is blijkbaar een zotte onderstroming. En in het donker is dat een beetje eng. Dus misschien ga ik in het zwembad van Bella. Ik denk dat ik dat ga doen. Ik ga een duik nemen in het zwembad van Bella. We gaan dat doen. En daarna richting Bella gaan chillen. Bella is dronken, dus dat is echt wel grappig. Ze had zo'n paar pintjes gedronken. Ik heb besloten om geen alcohol te drinken. Ik heb daar momenteel geen behoefte aan. Dus ja, we gaan die shit skippen en gewoon fun maken. Sowieso. Dus straks gaan we naar Bella. Zij is weggegaan omdat ze mono eten moest geven. En nog een keer moest uitlaten en al die shit. Dus ja, vandaar hebben we echt geen klop gedaan, maar dat is zo'n beetje de voorbereiding voor hetgeen dat binnenkort gaat gebeuren. Sowieso. Ik krijg ook vaak comments van, joh, nou, waarom verplaats je niet heel de tijd en bla bla bla. Maar ik denk dat jullie gewoon er geen idee van hebben hoe zot dat het eigenlijk is om dagelijks te uploaden, in een van, alles op te laden. Ik moet elke keer naar een bar gaan, al die shit fixen. Dat is gewoon veel werk. Ik doe dat graag. Maar als ik elke keer moet verplaatsen, dan moet ik altijd naar iets nieuws gaan. En hier weet ik de dingen zijn, ik ken mijn weg en dan kunnen we gewoon ook leuke video's maken. Sowieso. Ik wil ook niet te veel benzine verspillen, dat is niet zo goed voor de planeet. Dus dat is ook een reden, het is een bewuste keuze dat ik altijd ergens lang blijf staan. En ja, dat is gewoon mijn huis op wil. Ik doe ermee wat ik wil en ik hoop dat jullie het ook gewoon leuk vinden. Als jullie tips hebben, laat ze weten in de comments en misschien ga ik erheen. Als jullie tips hebben van hier onderweg naar Bilbao, laat het me sowieso weten, want dan kunnen we daar stoppen. Oké, we gaan gewoon naar dat zwembad. Ik ga daarin gaan. Wow, er zit iets in mijn oog. Ik zie jullie later. Oeps, ik ben terug in de bus en check hoe gezellig dat dit niet was. Ik ga het jullie tonen. Ik ben te lui om dit erin te editen. Dus ik kan het even gewoon nu aan jullie tonen. Check dit. Dit was daar net gaande. Hoppakee. Die mensen hiernaast hadden eten gemaakt. En wij waren uitgenodigd om daar te gaan eten. Dit is echt een van de mooiste dingen aan vanlife. Dat je maar kan en bij ons. Nice. Zalig. En het is ook wel moeilijk om zo dit hier te verlaten en afscheid nemen van iedereen, maar het is sowieso geen afscheid voor altijd. Maar ja, het is niet altijd even easy, sowieso. Maar nieuwe dingen zijn altijd goed en ik kom hier sowieso nog terug. Sowieso. Het is hier zo'n beetje mijn derde thuis geworden. En hopelijk krijg ik nog een vierde thuis erbij. Die mensen hier aan de overkant, dat is een dude die
twee kinderen heeft en die is nu op vakantie met zijn twee kinderen. En die woont in het Baskenland, helemaal in de bergen, richting Frankrijk. En het Baskenland is ook hetgeen waar ik naartoe ga. Het Baskenland bevindt zich in Frankrijk en Spanje, denk ik. Dus Bilbao is een deel van het Baskenland. In Bilbao spreken ze ook Basks. Dat is een totaal andere taal en een cultuur die eigenlijk super oud is en nog altijd gaande is. Dus dat is wel nice. Oké, ik ga proberen lekker te slapen en ik zie jullie morgen bij een nieuwe video. Vandaag was een beetje droog, maar het is een update en dit is gewoon mijn leven momenteel. Dat gebeurt nu eenmaal bij dagelijkse video's maken. Ik heb me ook voorgenomen om niks meer te forceren en gewoon met de flow te gaan. Dus ik hoop dat jullie van de video hebben genoten. Like de video, deel de video met al je vrienden en ik zie je morgen bij een nieuwe vlog. Zoals elke dag om 5 uur. Peace out. Ciao. Yo.